Weggebruikers zullen vanaf morgen wederom gebruik kunnen maken van de weg naar Attoni vanaf bijkans 200 meter voor de politiepost naar Brownsville. Districtscommissaris van Brokopondo, Kenya Panza, doet deze mededeling in samenspraak met de Wegenautoriteit Suriname. De autoriteiten wijzen er echter op dat slechts vrachtwagens met een maximaal gewicht van 2 ton gebruik zullen mogen maken van deze wegstrekking. Alle vrachtwagens boven 2 ton zullen nog steeds gebruik moeten maken van de bypass. Verder wordt er een beroep gedaan op de weggebruikers de instructies ter plaatse strikt op te volgen. Er zullen namelijk sancties tegen overtreders worden genomen.